Het kan altijd een keer gebeuren dat een kettingzaag verzuimt. Laat u graag even zien wat u dan het beste kunt doen, zodat u snel weer door kunt. We verzuipen onze kettingzaag bewust door flink te blijven doorstarten met de choke er nog op. Bij het starten trouwens altijd de kettingrem erop zetten. We starten nu flink door, zodat hij goed verzuimt. De kettingzaag is verzopen en die krijg je niet meer aan de praat zonder de bougie te demonteren, deze droog te maken en de overtollige brandstof uit de cilinder te verwijderen. Om de bougie te demonteren draaien we de luchtfilterkap los. We verwijderen het luchtfilter zodat we genoeg ruimte hebben om de bougie eruit te halen. Bougiekap los trekken en met de bijgeleverde bougiesleutel demonteren we de bougie. U kunt zien dat de bougie een beetje nat is. Die gaan we zo droog maken. Eerst de overtollige benzine uit de motor verwijderen. Dit doen we door de machine op zijn kop te houden en 10 tot 20 keer aan de startgreep te trekken. We maken met een niet pluizend doekje de bougie nu goed droog en monteren de bougie terug in de motor. Bougiedop terugplaatsen, net als het luchtfilter. En tot slot plaatsen we het luchtfilterkapje terug. We gebruiken nu geen choke. Kettingrem erop en dan kunnen we gaan starten. Zo brengt u een verzopen kettingzaag weer snel tot leven. Tuintools.nl. Het adres voor al uw tuingereedschappen.